Loek, je hebt zojuist gewonnen van Jordan en je bent nog volledig in de running voor de nationale titel. Maar wat een vreemde partij was het? Nou, het was in ieder geval een leuke en spannende partij. Dat ook, ja. Maar ja, waarom het vreemd was, dat weet ik niet. Maar het was gewoon een tweesnijdige stelling en allebei probeerden we te winnen. Nou ja, ik zeg vreemd, omdat het leek alsof je na het kwaliteitsover van Jordan op een gegeven moment de touwtjes weer volledig in handen had. En dat je toen eigenlijk een paar setten lang niet goed wist hoe je je voordeel moest verzilveren. En dat is niks voor jou. Nou ja, ik had ook niet zoveel tijd. Hè. Volgens mij kon ik nog beter een tijd nodig, nog één keer de set herhalen om tijd te winnen om de 40ste set te halen. Maar volgens mij de laatste twee zetten voor de tijdcontrole waren gewoon best wel twee rotte zetten. En ja, en daarna is het gewoon weer anybody's game. Ja, dat dachten wij ook in de perskamer. En hoe herpak je je dan mentaal? Want ik kan me ook voorstellen dat je dan de neiging hebt om even zelf verwijten te maken in plaats van weer je vol op de partij te richten. Of is dat niet zo? Ja, uiteraard maak je jezelf wel eventjes verwijten. Maar ja, ik ben natuurlijk wel. Ik heb wel vaker heb ik het verneukt, zeg maar. Dus ik heb wel vaker in deze situatie gezeten. Ja. En dan is er ook in deze partij weer een moment dat je hem zeg maar een fout ziet maken en dat je je weer realiseert dat je toch gaat winnen. Waar was dat moment? Nou, kijk, op het moment dat ik dus die Hapion weer ga winnen, dan weet ik weer, oké, Hapion weg, dan is dat gevaar geweken en dan kunnen we weer gewoon met normaal gaan spelen. Ja. Nou ja, precies. En vlak daarna won je. Nou, het is wel een geweldig climax die het NK zo krijgt. Je staat nu samen aan kop met Sipke en morgen moet je tegen Sipke. Ja, nou, ik ben wel eens vaker in deze situatie terechtgekomen dat ik laatst rond tegen Sipke moest en dat ik moest winnen van Sipke om een barrage te spelen tegen Anish Giri. En toen ging het in tijdnood totaal mis, maar ik denk dat het morgen anders gaat lopen. Oké, Loek, dankjewel en veel succes.